Hoe codabestanden opnieuw laten aanleveren. Ontbrekende codabestanden kan je snel en eenvoudig opnieuw aanvragen in je MyCodabox omgeving. Log in op MyCodabox. Klik op Lijst klanten en klik op de naam van de klant waarvoor je denkt de codabestanden opnieuw te willen laten aanleveren. Klik vervolgens op het tablet Coda. Via de knop Opnieuw aanleveren coda rechtsbovenaan kan je gemakkelijk codabestanden voor een bepaalde periode opnieuw aanvragen. Belangrijk, deze aanvraag heeft betrekking op alle actieve rekeningen van deze klant. Selecteer in het pop-up-scherm de gewenste periode waarvoor de codabestanden opnieuw dienen aangeleverd te worden. Wanneer je de gewenste periode geselecteerd hebt, klik je op Opnieuw aanleveren coda om de aanvraag te valideren. Indien de aanvraag goed verzonden werd, zal je een bevestiging ontvangen via de groene balk bovenaan het scherm. Indien je slechts voor één actieve rekening de ontbrekende codabestanden wenst aan te vragen, klik je op Uitgebreid per bankrekening. Via deze optie kan je de codabestanden per individueel rekeningnummer aanvragen. Vink eerst het gewenste rekeningnummer aan. Zoals je kan zien bestaan er nu twee mogelijkheden. Ofwel vraag je de ontbrekende codabestanden voor een bepaalde periode aan, ofwel vraag je de ontbrekende codabestanden via de specifieke nummering aan. In het laatste geval selecteer je eerst het jaartal en bepaal je vervolgens van en tot welk codanummer je de ontbrekende codabestanden wenst te ontvangen. Bevestig je aanvraag via de knop Opnieuw aanleveren Coda. Indien de aanvraag goed verzonnen werd, zal je een bevestiging ontvangen via de groene balk bovenaan het scherm. Van zodra je aanvraag door onze medewerkers verwerkt werd, zullen de gewenste codabestanden beschikbaar zijn via de gebruikelijke aanleveringsmethode. In onze uitgebreide vak kunt u steeds deze stappen rustig nalezen.